het is weer X-Men tijd. X-Men tijd, dus Dim Junius. Ja, precies. Jan Willem Sparkman, zo aan deze kant, hallo. Ja, ja, de Wolverine armen, ja, van Wouter Winter. Nou, wat toevallig, ik heb een X-Men comic bij me. Hier, hoppatee. House of X. Ik denk dat we eerst de camera gewoon weer wat dichterbij doen. Ja hoor. Mensen, dit is een C5 televisie. Oh, kijk eens. Daar gaan we dichterbij. Zo. Even kijken of die focus nog goed is. Ja, nice. Oké. Tof. Ja, deze cover vind ik fantastisch. Oh ja? Ja. Ja, dat vind ik een hele vette cover. Vertel, waarom? Nou, we hebben toen een tijdje geleden bij het Noorderpoort een aantal van die lessen gedaan. En toen moesten de studenten van Noorderpoort moesten zelf ook een cover ontwerpen. Mm-hmm. En een heleboel mensen vonden deze cover echt heel vet. Waaronder ik. Omdat hij vanwege dat wit vlak zo... komt hij zo ontzettend lekker naar voren daardoor. Ja. Echt heel gaaf. Ja, ja, precies. Tof, ja, inderdaad. Dat project superhelden verzinnen en daar dan zelf een cover van maken. Was te gek. Ja. House of X, nou, 2,5 jaar geleden, zoiets, kwam een complete revolutie op X-Men comic gebied. Fantastisch. Maar eerst jullie reacties, voordat ik er verder nog wat over vertel. Dus ja. M&M zit er ook in. Ik ken het niet, House of X. Ik ken X-Men of X-Mannen wel, maar... Oké. Nou, dan kan ik... straks wat vertellen, maar ja, plaatjes kijken. Plaatjes, ja, kijken. Ja, nice. Al geen tekst, heerlijk. Ja. Ja. Wauw, oké. Okay. Dit is echt heel klinisch. Het trekt me niet direct, als ik heel eerlijk ben. Oké, okay, dat kan. Wat bedoel je met klinisch? Dat is wel interessant om te... Het is zo strak. Ja, en het is eigenlijk ook heel stijf. Alles is ook gewoon heel erg geoutlined. Het lijkt bijna een soort collage. Het is heel slick in zijn stijl. Het is ontzettend mooi schoongepoetst. Ik vind het wel... Maar het is echt hoog niveau tekenwerk, hoor. Dat is het. Maar ja, dat is bij een Amerikaanse comics bijna altijd goed tekenwerk. Ja. Maar nou, het is, nu we het erover hebben, ja... credits, Jonathan Hickman, writer, Pepe LaRoche, artist. Die Pepe LaRoche, daarom heb ik hem ook meegenomen. Ik vind dat zo waanzinnig goed, next level getekend. Yeah. Super serieus. Traditioneel ergens, maar het gaat nog veel verder dan dat. En het kleurwerk, Martiker Quasia. Die speelt hier ook een hele grote rol in deze comic. Even een korte toelichting. X-Men, dat is een comiclijn die ontzettend veel reboots heeft gehad. Mm-hmm. Dan waren ze weer niet tevreden over hoe het verhaal liep. Dan hebben ze het allemaal weer over de schop gegooid. En met ze bedoel ik dan het creatieve team erachter. Tof, fans gaan dan mee met die beweging. En soms zijn dat toffe, krijg je toffe nieuwe reruns. Dus er gebeurt van alles al jarenlang in die comics. En op een gegeven moment is dit de ultieme reboot geweest. Jonathan Hickman, de schrijver, die heeft een compleet gigantisch plan voor alle X-Men comics bedacht. Van we gaan het helemaal anders doen. Ik ga niet zeggen wat, maar we gaan het gewoon alle kaarten worden opnieuw geschud. Er wordt ontzettend goed... Geef nog heel even deze pagina. Ja, ga verder. Ja, er wordt ontzettend goed nagedacht over de hele lijn van wat er allemaal verandert. Rollen van de karakters zijn veranderd. De locaties zijn veranderd. De reden waarom ze doen, de motivatie van de karakters, ook helemaal over de schop gegooid. Veel dieper op de materie van mutanten. Want dat zijn dan X-Men zijn mutanten, verschoppelingen. Veel meer daarop ingegaan. Veel revolutionairdere superhelden zijn het geworden. Ook dat je kunt als lezer gaat twijfelen van... ja, hebben ze het nog wel bij het rechte eind? De zogenaamde good guys. Bad guys worden er veel meer nog ingemengd. En toen dit gelanceerd werd...
was de reactie ontzettend positief, maar ook iedereen van, what the fuck, wat zijn ze van plan? Ja. Het is Christopher Nolan, de regisseur. Ah ja. Yeah, Inception onder andere. Ja, ja. Die is ook ingenieus, super doordacht. Daar vergelijk ik dit wel mee, met hoe ontzettend knap het hele verhaal, plus de bijbehorende stijl, de layouts, de kleuren, daar allemaal, hoe dat er allemaal in is gekomen. Ja. Ik vind het wel prettig, want ik zit gewoon heel erg te kijken gewoon, qua stijl. En het is ontzettend clean. Mm-hmm. Maar dan ga je dichterbij kijken en dan zit er toch een bepaalde grit in. En dat is wel lekker. En heel erg nodig ook. In zwart-wit zou het ook echt vet zijn, ja. Denk ik hoor. Ja, ja, ja. Maar om even terug te komen op pagina. Wat clean is bedoel, dit vind ik alweer een clean pagina. Talking Heads. Ja. Ja. Het is gewoon nodig. Want comics, Amerikaanse comics, is gewoon productiewerk. Is keihard knallen. Super moeilijk, respect voor de ambacht, maar Talking Heads is altijd zo'n ding. Je ziet het vooral in Amerikaanse strips. Het leent zich ook wel voor die stijl, maar het is ook wel, ik vind het soms, wat het stoort is, dan zie je hoofden, ze praten, maar ze hebben altijd mond dicht. Ja, en dat, ik en dat stoort het. Mij zo erg. Ja, ik wou precies dit, zo'n hoofdje, ja. Dat je zo lag, of dit. Weet je, het lijkt dan een pasfoto van, even lachen voor de camera. Ja. Wat wel heel goed is dit, bijvoorbeeld de acteerwerk met de hand. Toch een handje erbij om het een beetje dat te breken, die hoofden. Ja. Dit vind ik ook wat knappe plaatjes. Weet je, lange, smalle plaatjes, alle figuren zo erbij qua compositie. Echt super knap. Maar dan, het zijn natuurlijk keuzes die je moet maken, weet je. Je kan niet op elke pagina dit knallen. Nee. Weet je, daar heb je gewoon de tijd niet voor. Maar daartegenover krijg je dan eens zo'n pagina. En dan vind ik soms die contrasten heel groot. En natuurlijk het verhaal, je leest het gewoon om het verhaal. Denk, maar als tekenaar kijk dan weer, dan breekt mij dat weer van het ding. Dit is inderdaad, qua tekenwerk is dit niet een heel interessante pagina. Inderdaad wat je zegt, met die talking heads die hun mond dicht hebben. Dat vind ik ook heel vreemd voelen. Van alsof je iedere keer als kijker net te laat bent. Dat ze het al uit hebben gesproken en dat je dan kijkt naar poppetje. Ja, ik heb dan mijn mond alweer dicht. Nou ja, wat grappig is, ik vind jullie reactie daarin wel tof. Dit is een pagina met politici, senatoren. En dat vind ik, nu jullie reactie zo hoor, vind ik het dan wel weer bijkloppen. Ja, dit is geen heroïsche pagina. Dat is wel waar. Maar het zijn ook hele moeilijke pagina's als je dat in een script krijgt, om dat te tekenen. Maar je moet keuzes daarin maken. Dit hele verhaal, dat is een ontzettend cognitief ding dit. Ze hebben zelfs informatiepagina's. Dan lees je van, waarom moet ik dit lezen? Dan ben je aan het lezen, dan neem je dat mee in het verhaal. Dus dat vind ik een dappere keuze om in een genre wat bol staat van actie, veel meer informatie de lezer mee te geven waar die misschien wel of niet wat mee kan. Ja. Ik vind de kleurwerk echt fantastisch. Ja. Dit vind ik ook altijd vet. Ja. Weet je, in dat in strips als iemand door een muur loopt of wat dan ook, dat het zo. Het lijkt super abstract, maar ik vind het altijd wel heel vet. Ja, inderdaad, kleurwerk, dat is echt meesterlijk. Ja, en dat, dan merk je toch wel, dat is wel echt het voordeel van die Amerikaanse comicstijl. Dat je gewoon en een penciler hebt en een inker en dan ook nog een keer iemand die de kleuren doet. Ja. En daar ook nog al zijn skills overheen kan gooien. En dat is, dan krijg je wel echt zo'n heel hoog level van rendering. Ja, wat dat betreft ook, wat ik heel gaaf vind in deze comic, is dat ze spelen, ook zeker qua kleuren, met heel realistisch en soms ontzettend. Ja, dit is toch echt een fantastisch, prachtig plaatje in de kleur. Dat ziet wel echt fantastisch. Maar dan in één keer gewoon keihard paarsen doorheen. Ja, man, dat is echt. Deze arm bijvoorbeeld, vind ik ook fantastisch gedaan. Er komen nog wel meer voorbeelden, zoals dit. Dit is echt. Super mooi, dit kun je ophangen. Wat wel weer vet is dit, als je praat over tijdgeest van Amerikaanse comic, dan is dit wel de comic van nu. Ja. Ja. Digitaal medium, waar vaak veel mensen in werken nu, waarin wordt getekend of waarin wordt gekleurd. Ze hebben het nu wel onder controle. In de jaren 90, toen die digitalisering kwam, toen gingen ze alle kanten op. Omdat het gewoon nu, toen was er nog een soort Pandora's box die ze hadden geopend. Van wow, wat zit er allemaal in? En nu hebben ze controle over. Je ziet het ook in die stijl natuurlijk. Ik zei het strakke, maar het kan nu ook. Ja. Net zoals die kleuring die je aanvulling geeft van dat strakke en de mood.
het kan nu allemaal. Ja. En deze lui die beheersen het wel echt. Nou ja, en dat strakke zit in dit geval ook heel erg in het verhaal. Er is namelijk van alles aan de hand. Het lijkt ontzettend goed te gaan voor mutanten, maar er is steeds iets. Er zit steeds iets niet lekker. Zoals Charles Xavier, die heeft de hele tijd die helm op. Ja. Die kijkt een beetje goeier, maar op zo'n manier dat je denkt van, ben je nog wat te vertrouwen? En dus de ene kant heb je dat hele bijna perfecte. En dus ze schemeren daar doorheen dat er iets aan gebeurd is met die karakters. Er is iets. En even terug hoor, zodat je onderbreekt. Ja. Ja, dit. Nou, het is wel een ander hoofdje inderdaad. Het is wel meer kijken. Ja, dat is nice. Ik zat bij die ook te kijken. Het is zo consistent. Ja. Ja. Ja, maar het is gewoon een heel hoog skill level. Ja. En dat is, weet je, ik hou zelf wat meer van wat meer grit in de tekening, maar dit is gewoon ontzettend goed getekend. En daardoor doet het soms gewoon iets een beetje strak en klinisch aan. Ja. Maar ik vind die inkleurings ook inderdaad fantastisch. Wat jij ook zegt, Wouter, inderdaad, in de jaren 90 met die Liefeld comics en dat soort dingen, dan heb je gewoon overal flares en shines en gradients in. En hier is het gewoon helemaal geperfectioneerd. Hè? Ja. Hoe kleur je iets mooi digitaal in ook. Hè? Ja. Maar wel moet je, ik klink misschien heel kritisch, maar dit is zo'n hoog niveau. Dan heb ik altijd gewoon het gevoel, dan mag je ook wat kritischer zijn. Dit zijn lui die hebben controle over wat ze doen. Hmm. Weet je? Ja. Wat ik soms altijd over die talking heads, dat ze praten, maar niet hun mond bewegen. Ik heb dat soms ook met deze houdingen, dat het bijna een soort standbeeldhoudingen zijn. Mm-hmm. Weet je? Het is niet heel. Het moet waarschijnlijk ook niet, maar het is niet heel natuurlijk altijd. Als je echt zo zou staan. Mm-hmm. Ja, dan denk je. Ja, dat zei ik zo wat je bedoelt. Ja. Het is ook heel moeilijk om zo te tekenen, vind ik hoor. Het zijn echt poses. Ja, ze doen het natuurlijk ook wat overtrokken. En dan vind ik dit Pepper LaRosse, die gaat er nog behoorlijk natuurlijk mee om. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Waar komt zo'n pose nou in één keer vandaan? Maar ik vind dit dan weer zo next level goed gedaan, dat ik het weer te gek vind. Ik vind vaak. Als het te goed is, vind ik vaak niet interessant. Maar dit is dan weer zo ontzettend overtreffende trap. Kijk, dat komt bij mij wel heel goed binnen. Kijk hoe vet design. Ja. Hoe zou je zoiets plannen als je dit wilt tekenen? Ja, maak je het eerst in klei of zo? Ja. Het is wel echt insane. Ja. Of een 3D-model of zo? Ja. Ik wou even een van mijn favoriete platen. Kijk, hier komt wat meer grit en wat meer actie. Ja, kijk, nou begint het dus inderdaad. Nou komt die grit er inderdaad wat meer in. En die bewegingen. En dan wordt het echt. Kijk, dit is toch superheroes. Ja, en dit is als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n plaatje. Die is heel veel sterker uitgelijnd. Ze spelen ook wel met het medium, vind ik. Dat vind ik ook heel leuk. Dat zie je steeds vaker. De ene keer strak uitgelijnd. Hier is het weer wat waziger gehouden voor het lichteffect. Ja. Kaders, daar wordt heel speels mee omgegaan. Ja, dat vind ik altijd wel leuk. Het is ook. In Europa is de. De layout van een pagina altijd super strak. Altijd een beetje. Wat is dat? Dat wafel-ijzerpatroontje. Wat je in Europa hebt zit. En ik vind het wel vet om met kaders te spelen. Je hebt de ruimte op papier en why not? Weet je, en dat vind ik altijd toch. Ja, en hier ook. Hier deze bovenste panel, dat heeft geen kader. Die is gewoon helemaal spread, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En hier is in één keer het kader weer weg. Dat vind ik ook heel. Ja, dat is nice. En wat ik net ook bedoelde met die kleuren, zoals deze karakters die op de voorgrond staan. Gewoon onrealistisch paars-blauw, een beetje indigo. Om daar dus wat perspectief mee te maken. Maar dit is heel erg in die traditie natuurlijk van die oude comics om dat zo aan te passen. Terwijl dat hoef je helemaal niet te doen. Nee. Hij pakt het er gewoon bij. Het is een keuze. Ja. Vet ook hoe die layout van dit weer gaat hier naartoe. Ja. Zodat je gewoon weer automatisch, word je ook naar beneden getrokken. Dat vind ik zo, kijk hoe krachtig deze houding is. Ja, dat is heel tof. Ja, en het ding die map Sabertooth eventjes aan de kant. Ja, Fantastic Four komen langs eventjes. Ook al is het een X-Men comic. Kan allemaal. En dit is ook gaaf met deze kleuren. Ja, dat is echt super. Moet je nagaan, als je zo'n strip als de X-Men moet tekenen, dan leer je ook echt wel tekenen. Al die verschillende karakters, al die verschillende proporties. Maar je moet ook kunnen tekenen, anders dan. Dan krijg je het niet, natuurlijk. Nee, maar no bedoel, way. Als het gaat om meters maken. Ja. Maar dat is het natuurlijk wel, hè. Ik bedoel, met X-Men,
alleen de crème de la crème mag zoiets oppakken en dat gaan tekenen. En door de jaren heen is dat niveau natuurlijk alleen maar gestegen en gestegen. Totdat je nu op inderdaad gewoon... Maar ik denk dat je ook echt een liefhebber moet zijn van deze strips om zoiets te willen tekenen. Natuurlijk. Want ja, anders... Zeker. Ja, dat moet je niet doen als je het niet leuk vindt. Ik blader nou een beetje oneerbiedig door, want er is één panel, één kader die ik zo ontzettend tof vind. Hier. Niks is ook een normaal shot, hè? Die. Dit is zo vet! Ja, dat Magneto, meester van magnetisme. Die hele, dit hele pistool gewoon helemaal zo uit elkaar haalt. Ja. Lekker, hè? Maar je weet ook dat ze op de redactie hebben ze even zo'n vuurwapen moeten halen. Die uit elkaar gehaald ter plekke. Om gewoon precies dat helemaal te laten kloppen. Ja, ja maar dat is ook nog in perspectief. Ja, ook dat. Ja, dat. Ja. Zo effectief, omdat ja... Het komt uit, de kracht komt uit hem. Ja. Hij is het centrum van de kracht. En het is de perspectief, dat doet het hem hoor. Ja. Vind ik zo gaaf. Maar dit is ook fantastisch. Hè? Hoe menacing. Heel erg. Maar dit is ook een moeilijke angle om te tekenen. Ja. Ja. Van boven en die weer zo van onder. Maar je voelt en je merkt gelijk dat hij echt op hem neerkijkt. Dat is, is echt mega knap gedaan. Ja. En het toffe daaraan vind ik ook. Hè, van zo'n soort... tekeningen. Magneto, hij gaat hier expres ontzettend uit de hoogte doen. Dat doet hij sowieso wel. Bijna met een soort god complex. Hè. Je loopt rond. Maar dat is ook echt om mensen te intimideren. You have new gods now. Dat is ook die intimidatie die ontzettend gaaf wordt, dik wordt aangezet. Met zulke intimiderende houdingen. Ja. Dus dat vind ik ook het gaaf. Het is ontzettend knap, maar het blijft wel functioneel voor wat er gebeurt in het verhaal. Ja. Ja, wat vaak jammer is, dan kom je op een gegeven moment in een soort reclame- en informatietoestand. Limbo, ja. Ze hadden hier nog wel met een sterkere plaat kunnen eindigen. Maar ik vind dit ook wel... Ja, het is echt een ster. Als dit een laatste shot was op je tv-scherm of in de bioscoop, dan was het wel een vet shot. Ja. Ja. Maar ja, een blanco pagina, misschien gaat het plaatje hier of pagina daar, maakt mij niet uit. Ja, dit zijn ook weer de informatiedingen om de kijker daaraan mee te geven. Reading order, dus er is ontzettend veel, ontzettend goed over nagedacht. Wat doet dit dan met je, Dim? Ik krijg hier zin van om te tekenen. Wil je dit natekenen? Nee. Of denk je, ik wil zo'n verhaal aftekenen? Nee. Of is het puur entertainment voor je? Het is aan de ene kant entertainment. Ik ben ontzettend onder de indruk van de scope, de omvang van het hele plan. Ik vind dit ontzettend gaaf getekend en gekleurd. Ik vind het ook lef. Dat doet het ook met me, dat ik het gaaf vind dat een creatief team ontzettende risico's durft te nemen. Ja, met zo'n household name. Ja. Zo van, wat ze ook willen, de lezers, we gooien het gigantisch om. Op een ontzettend, ontzettend goed, volgens mij heb ik wel 1000 keer ontzettend gezegd, maar op een ontzettend indrukwekkende manier... een relaunch neerzetten. Ik krijg geen zin om ervan te gaan tekenen. Daarvoor kijk ik dit niet. Ja, ik ben er ook ontzettend van onder de indruk. Maar... En ik teken toch anders. Het is gewoon... Alsof je een ontzettend goede film zit te kijken. Ja, vet. Ja. Ja, zo is het. Het is alsof je een Scorsese gaat kijken. En dan krijg je ook niet per se zin om dingen zelf te gaan filmen. Nee. Toch? Dat is het inderdaad. Nou, mooi gezegd. Ja. Tof. Goed zo. Heel gaaf. Mooi man.